It ain't over till the fat lady sings. Welkom bij een nieuwe Unibet betting show. Voor de verdubbelaar gaan we naar Duitsland. Twee heel belangrijke wedstrijden. Union Berlin tegen Werder Bremen. Union Berlin nog altijd heel erg spannend voor die heel prominente Europese plaatsen, topplaatsen. En die gaan ook gewoon winnen tegen Werder Bremen. Leipzig op zijn beurt moet ook de 3 punten pakken, want het is daar toch wel spannend bovenaan voor die Champions League tickets. En ik zie Leipzig ook winnen tegen Schalke 04. Geeft een ruime verdubbelaar bij Unibet. Dan zijn we aangekomen bij de Super Pro League, waar de spanning te snijden is. De nummer 1 gedeelde koppositie tussen Antwerp en Union. En Antwerp die kreeg een pak voor de broek bij Club Brugge, was ergens ook wel te verwachten. Het vieren thuispubliek van Club Brugge dat het dit jaar liet afweten als team, moest hier iets rechtzetten. En Antwerp en Club Brugge zijn niet zo goed de beste vrienden. En Union, buiten de eerste 20 minuten tegen Genk, waren ook beter dan KRC Genk. Het zal een zeer interessante wedstrijd zijn, waar Antwerp slikt maar 0,63 doelpunten thuis. Nu, ik zie dit Union wel meer doelpunten maken. En als ze kans willen maken op kampioenschap, moeten ze hier een resultaat neerzetten. Dus ik zie Union wel aanvallen. Ik zie Antwerp het moeilijker defensief krijgen dan ze het normaal defensief krijgen. Antwerpen wint wel de laatste 2 van de 3 tegen Union, maar toch zie ik misschien mogelijk een ander resultaat. Ik zie beide teams echter wel scoren en ik zie minimum 3 doelpunten vallen door de aanvalsdrang van Union en mogelijk het counteren van Antwerpen. Club Brugge tegen KRC Genk. Ik denk persoonlijk dat KRC Genk tegen de netten hangt. 3 punten achter. Het zal moeilijk zijn, maar niet onmogelijk in het voetbal. Gaven een goede indruk in de eerste 20 minuten tegen Union. Club Brugge klopt thuis Antwerp. Zeer interessante, leuke wedstrijden wel tussen Club Brugge en KRC Genk. Want de laatste 4 onderlinge partijen zagen niet minimum 3, maar minimum 4 doelpunten. Daarom ga ik voor Asian over 3 doelpunten. Dat wil zeggen, bij 3 doelpunten krijg je je inzet terug. 4 doelpunten of meer, dan is je weddenschap winnend. En verder gaan we ook nog voor KRC Genk minimum 2 keer scoren, want in de laatste 3 onderlinge partijen tegen Club Brugge wisten de Limburgers maar liefst 8 keer de netten te treffen. Gaan we een andere kampioen krijgen in Duitsland? Ik hoop het, want na zoveel keer Bayern München zou je toch wel die fans van Dortmund gunnen. En ze mogen het opnemen tegen Mainz. Wat me enorm opviel in deze wedstrijd was dat de boekmakers de lijn voor doelpunten enorm hoog hebben gezet. 4,5 goals. Als je gaat kijken, de laatste 3 onderlinge duels die eindigen met minder dan 4,5 doelpunten. En daarom ga ik hier voor minder dan 4,5 goals. De laatste 2 van de 3 zijn beide teams wel scoren. Maar omdat deze wedstrijd zo belangrijk is voor Dortmund, zie ik Mainz echter niet scoren. Dortmund zal vlot winnen, maar het zal wel zijn met minder dan 5 goals in de wedstrijd. Hier zien jullie mijn 1x2 voorspelling. Ik heb er 3 uitgekozen. En wie gaat er winnen? Gent gaat er winnen. Antwerp gaat er winnen en een gelijkspel tussen Club Brugge en KRC Genk. Gebruik ook je 4% combo booster voor deze mooie combi. Uiteraard bij de beste boekmaker van België, Unibet. Trip door Europa, of beter gezegd, trip door Engeland, want ik heb allemaal wedstrijden uit Engeland in petto voor jullie. Ik ga ze ook gewoon allemaal in een combi doen. Chelsea neemt het op tegen Newcastle. Newcastle beschikt over enorme financiële middelen tegenwoordig. Maar wat wel opvalt is dat in de laatste 7 uitwedstrijden tegen Chelsea ze minder dan 2 doelpunten scoren. Man United kreeg minstens 2 kaarten in de laatste 6 van de 7 wedstrijden. Nu tegen Fulham zie ik ze ook minimum 2 kaarten pakken. Southampton tegen Liverpool. Southampton 0 op 15. Zou een makkie moeten zijn voor Liverpool. Everton tegen Bournemouth. Bournemouth scoort minimum 1 doelpunt in 10 van de laatste 11 wedstrijden tegen Everton. En dat zie ik gewoon opnieuw gebeuren. Leeds Tottenham staat altijd garant voor goals. Minimum 3 in de laatste 5 onderlinge partijen. Dus ik zie hier nu minimum 3 doelpunten vallen. En afsluiten doen we Leicester tegen West Ham. Leicester kon de laatste 14 van de 15 wedstrijden niet winnen. En daarom zie ik West Ham deze wedstrijd ook niet verliezen. Good luck.
onder het motto van spelers voor spelers hebben jullie mij weer twee leuke boosts bezorgd. Eén uit de Jupiler Pro League. Antwerp Union zien jullie beide teams scoren en Club Brugge KRC Genk. Gezien de statistieken hebben jullie mij over 2,5 goals meegegeven. De tweede die jullie mij hebben meegegeven kwam uit Italië. Fiorentina tegen AS Roma. Beide teams scoren. En Inter tegen Atalanta ook beide teams scoren. Misschien nog eens makkelijk om mee te geven. Alle verhoogde noteringen kan je steeds terugvinden onder het tabblad verhoogde noteringen of door het woord expert in te duwen in de zoekbalk. May the odds ever be in your favor. Zo, dat was hij voor deze week. Ik zou willen weten welke trip van Europa jij meespeelt en of je ze ook in een combi doet. Drop ze dan in de comments, want dan krijg je natuurlijk ook een mooie combi booster van Unibet.